Hey TV-Tiebe, hier Erwin van Pretparkwereld. Ik heb een opdracht voor je. Kan jij 1000 keer Pretparkwereld zeggen binnen 25 minuten? Ik ben benieuwd of je het kan. Succes! Is er iets dat je wil vragen, Tiebe? Kan het iets waar jij je aan wil wagen? Tiebe, kan het iets aan jouw handen dragen? Oh, spannend, is er iets dat je wil vragen? Tiebe, kan het iets aan mijn mail vragen? Tiebe, kan het. Tiebe, kan het. Ja, jongens. En wat voor Tiebe kan het aflevering is dit weer? Zou Tiebe 1000 keer Pretparkwereld zeggen, dit kunnen? We gaan het zo zien. Maar voordat we hier van start gaan, hou de tijd nog niet activeren, want ik heb eerst nog een leuk idee. 1000 keer Pretparkwereld, binnen 25 minuten, dat gaat sowieso lukken. Behalve, misschien, ik weet dat nog niet. Maar eerst doen we het liedje natuurlijk. Tiebe kan het! Veel plezier met deze aflevering. A few moments later. Oké, Tiebe kan het is natuurlijk een leuk liedje. Dus we beginnen er gewoon aan. Ik hoop dat jullie de tekst kennen. Denk het wel. Maar hier gaan we. Als je aan mijn Tiebes je hart tenminste beklapt niet wat jij ooit door hem wil beleven. Zeg het in een liedje, vertel het met een grap. Het wordt de leukste dag van heel je leven. Want vandaag komt je liefste Tiebe op bezoek met Loesje cadeau van heel de wereld. Schrijf mij een brief, want ik ben naar jou op zoek. Wat een droom jij je voelt in de hemel. Is er iets dat je wil vragen, Tiebe? Kan het iets waar jij je aan wil waaien? Tiebe, kan het die dag jouw handen dragen? Oh, zo spannend is er iets dat je wil vragen. Tiebe, kan het iets waar jij je aan wil wagen? Tiebe, kan het? Ah ja, we moeten natuurlijk ook door. Verder? Is dan zij springen of dansen in de zon? Of de hoepel springen met dolfijn? Samen liedjes zingen vanuit de ballon. En als sterren aan de hemel zijn. Want vandaag komt je liefste Tiebe op bezoek. Met het grootste cadeau van heel de wereld. Schrijf mij een brief, want ik ben naar jou op zoek. Wat een droom, ja, je voelt je in de hemel. Is er iets dat je wil vragen? Tiebe, kan het iets van jij je aan wil wagen? Tiebe, kan het iets aan jou wil handen dragen? Oh, zo spannend is er iets dat je wil vragen? Tiebe, kan het iets van niks dat je wil vragen? Tiebe, kan het iets van jij je aan wil wagen? Tiebe, kan het iets aan jou wil handen dragen? Oh, zo spannend is er iets dat je wil vragen? Tiebe, kan het... Die op een limousine. Vraag je me dan wie zit erin? Want je hoeft echt geen helder ziende. En je komt je niet, mijn beste vriend. Dus dat maar één. Oké, nu kunnen we direct overgaan naar de opdracht zelf van Pretparkwereld. Kan ik 1000 keer Pretparkwereld zijn binnen 25 minuten? De tijd staat in 3, 2, 1, go! En nu moet ik snel door, want de tijd is gestart. En jullie zien, ik heb nog zoveel tijd. Klinkt misschien weinig, maar we moeten doormaken. Tot ziens! Is er iets dat je wil vragen, Tiebe? Kan er iets waar jij je aan wil wagen? Tiebe, kan het? Oké, op naar de volgende. We gaan nu direct starten. Ik heb nog zoveel tijd. En hier gaan we. Pretparkwereld.
duizend keer de pretparkwereld gezegd. Maar dat was vermoeiend, zeg. En binnen de tijd, we zitten nu aan zoveel minuten. En de tijd staat, stopt nu. Net op tijd. We hadden nog zoveel minuten. Maar nu over naar de outro. Ja. Ik heb het gehaald. Duizend keer pretparkwereld gezegd. Als jullie kijken pretparkwereld, merci voor de opdracht. Of challenge, zo ga je het ook noemen. En kijken voor jullie, vergeet zeker niet te abonneren. Op TeenTube, als je dat nog niet hebt gedaan, we zitten nu aan zoveel abonnees. Zou heel erg leuk zijn als we, zoveel, als we meer abonnees halen. En dan heb ik nog maar één tip te zeggen. Tiebe kan het. En bedankt voor het kijken. En dan zeg ik zoals altijd, later!